Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Star Wars Battlefront video hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Game. Vandaag spelen wij zoals je kan zien gewoon een lekker chill, relaxed potje terwijl de enemies er al zijn. En ik speel op dit moment met een hele lange afstandswapen die ook een hele lage fire rate heeft. Dus het is een beetje een lastig wapen om goed te kunnen gebruiken. Want de kogeldelay is ook echt gewoon waanzinnig groot. Maar als je ermee raakt, dan is de damage echt mega hoog. Dus we gaan gewoon natuurlijk onze best doen. We gaan gewoon kijken of we een mooie score kunnen gaan neerzetten. Als het lukt, is het mooi. En als het niet lukt, dan is het gewoon pech gehad. Dus vind je dit nou leuk om naar te kijken elke zaterdagochtend om 10 uur precies. Ram natuurlijk zo'n kaart op de lijn op Delmai Norm. En check dan dit wapen. Ik heb ze alle 4 geraakt. Als één iemand daar een granaat in had gegooid, dan had hij 4 kills. Geen grap. Had hij 4 kills gehad. Ja, natuurlijk gooide niemand een granaat, want ja, er was helemaal niemand. Als er iemand is, dan kunnen ze ook een granaat gooien natuurlijk. Kijk uit jongens. Het is echt een beetje een chaotische map altijd jongens. Ze staan altijd overal in deze map. Je hoort die fire rate. Boom. Dat is gewoon de fire rate van dit wapen jongen. Weet je, ik moet een beetje rustig spelen. Ik kan er niet nu kaart op afremmen, omdat ik dit wapen natuurlijk in mijn handen heb. Dus we moeten iets rustiger spelen. Iets relaxter spelen. En dan kunnen we gewoon gaan knallen man. Zo, kill assist. Dankjewel man. Ze komen hieruit. Dat is dat niet alle handels met dit wapen, Jan. Nou, dat heb ik door. Maar ik ga vanaf mijzelf er op kaart inrennen. Dus daardoor gaat het fout, man. Ik moet met dit wapen gewoon iets rustiger spelen. Jan. Kom op. Je kan het, Jan, iets rustiger spelen. Het is echt niet voor mij weggelegd, die speelstijl. Maar ja, met dit wapen moet het eigenlijk wel. Lekker. Fijn, dit is echt laag, jongen. Boom. Zit er hierheen. Oh, sorry teammate, want er zit hier namelijk wel een enemy, maar... Zo, dat wapen schiet me sloom, jongen. Holy tiddy, die damage is wel echt zo hoog, jongen. Dat is niet normaal. Zo, de knetter. Jongens, we gaan echt keihard winnen volgens mij, man. Ik moet hem gewoon alweer omdraaien. Ze zitten misschien wel achter me, maar ze komen ook alweer hier. Die enemies kunnen helemaal niks, jongen. Enemies kunnen helemaal niks. Om het even heel makkelijk te zeggen. Kijk uit. Ik heb een hitmarker, man. Ik ga er gewoon in, hoor. Help me, jongens. Oh kak. Oh my god. Holy tieten, was ik bijna dood. Hij durft zijn hoofd niet te laten zien, man. Hij zit daar. Hij durft niet, jongens. We hebben ze bang gemaakt. Oh kak, hij komt. Oh, hij schoot toch raak of niet? 17 health, jongen. Kak. Dat pistooltje wil ik ook hebben, maar die krijg ik pas op level 25. Dus daar moet ik echt nog voor doorspelen. Poink. Jij mag hier staan, jongen. Oh, kak. Oh. Vriend, ik was me... Ah, lul. Ah, dikke dildo. Ik was bezig. Oh. Dat is het... Jongens, er zat glas voor, even dat je het weet. Zo, wordt ook zo snel overhit, hoor, eerlijk. Oh my god. Uh-oh, daar gaan we niet overleven daar. Schiet dat ding kapot, jongens. Kom op. Alsjeblieft. Probeer er langzaam op af te rennen. Nee, jongens. Naast me. Ah, kom op. Ik moet de lange afstanden schieten, man. Dit is echt een moeilijke gun, jongen. Holy tieten. Sowieso, mijn team die owns ze keihard, jongen. Dat is niet normaal. Holy fuck. Dus korte afstanden moet je hier niet mee gaan schieten, jongen. Daar ben ik... Serieus? Daar ben ik wel achter. Wat een scheidcamper was dat, jongen. Wat een scheidcamper. Holy shit. Mip. Rennen. Keep it up. We got this.
Oké, let's go. Zit hij hier nog? Oké, hij is er weg. Hij is er weg. Oh. Hallo, vriend. Ik gooi er even een granaatje overheen, want... Kijk, zij gooit er ook granaat overheen. Dat houdt dus... Oh ja, nice, bij mijn kill. Ze houdt het sowieso in dat ze hier zitten, want... Eén kill is niet genoeg voor mij. Oh, dit wapen, jongen. Dat is een bruut wapen, hoor. Maar of je hem nou moet gebruiken, ik zou zeggen nee. Want alle andere wapens zijn... Ja, ik vind ze wel chiller, andere wapens. Hier moet je een beetje rustig mee spelen, man. Dat is niet mijn speelstijl. Yeah, we got this! Woo! We hebben maar 14 kills kunnen oppakken. En de reden daarvoor is omdat mijn team echt gewoon super baas was. We hebben 15 kills opgepakt, 16 kills opgepakt, 16 kills opgepakt. Dus we konden ook niet meer kills pakken, want mijn team die ging gewoon beest op een of andere manier. Dus dankjewel dat ik een keertje in een beast team zit. We gaan nog een potje spelen. Ik zou niet aanraden om dit wapen te gebruiken, want de fire rate ligt ten eerste laag. De laser delay, niet de bullet delay, want je schiet in kogels. De laser delay is best wel hoog. En voor korte afstanden kan je er eigenlijk niet veel mee. Dus het was eventjes een mooie test. Maar de test heeft niet voor mij een positieve invloed achtergelaten. Dus, we spelen nog een potje. Dus tot en met de volgende game. En we zijn rank 11. We hebben bijna de jetpack. Woo! Tot zo. Alright boys, welkom bij game nummer 2. Zoals je kan zien, spelen we nu op een wat grotere map. En first person. Kijk, zo ziet het wapen eruit, jongens. Wel echt een bruut wapen. Maar zoals je kan zien, spelen we nu natuurlijk op een grotere map. Maar natuurlijk ook automatisch inhoud. Mooie granaten. Maar natuurlijk ook automatisch inhoud dat dit wapen hopelijk... ook beter naar voren moet komen. Wat inhoudt dat dit wapen hopelijk beter moet laten zien wat hij nou precies kan op die lange afstanden. Die DL44, ik wil het wapen zo graag halen, maar dan moet ik level 25 voor zijn, man. En dan ben ik op dit moment, ja, nog niet, helaas. Dus daar moeten we nog even voor doorspelen. Maar ja, in deze map kan ik wat langere afstanden schieten. Dus ik hoop dat ik even kan laten zien dat dit wapen op zich nog best wel beest moet zijn. Het probleem is, dan moet ik wat meer gaan campen, maar ik ben er echt niet voor. Ik kan dat niet. Ik ren nu ook gewoon kaart op af, want ik kan niet gaan campen, man. Ik moet erop... Holy tieten. Ik moet erop afrennen. Nu ben ik bijna dood, omdat ik granaat op mijn kop kreeg van mijn teammate. Lol. Ik zag je vliegen, enemy. Ja, dan gaan we even deze kant op, hè. Mijn team is de beast, man. Ik zit weer volgens mij in een beast team. Kijk, lange afstanden, jongens. Zie je dan? Dan kan hij echt goed schieten, jongen. Kijk, dit was weer een te korte afstand. Dan kon ik weer niks. Maar die lange afstand daar op die vijand. Magnifiek, jongen, dat ding. Pew, 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 pew. Ik vind dat leuk, man. Die geluiden. Pew, 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 pew. Dan vliegt er weer een vliegtuigje langs. Pew, 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 pew. Je hebt ook een... lucht game mode. Zie je, op lange afstand is het beestwapen. Ik zei het je. Maar ja... Wanneer schiet je nou echt lange afstanden? Dus je hebt namelijk ook gewoon een sniper. Ik heb ook gewoon een sniper, een railgun aanstaan. Dus die kan ik ook gebruiken daarvoor. Ik wil er overheen, jetpack, maar die heb ik nog niet. Ren dan maar. Serieus, iedereen is alweer dood. Kak, hé. Oké, nog niet iedereen. Die kill was voor mij. Zo. Ja, daar loopt er een. Ik moet wat rustiger spelen, maar ik kan dat niet, man. Dat ook, mijn team staat gewoon bovenop, jongen. Wat een held. Ik weet niet waarom ik daar een granaat gooide. Dat was gewoon... ik dacht, fuck it, misschien loopt er iemand. En dan liep blijkbaar ook iemand. Ik moet veel rustiger spelen, man, met het wapen. Ik kan dat niet. Dit is geen wapen voor mij. Het is een wapen voor mensen die wat rustiger kunnen spelen. Maar ik kan dat niet. Ik ren er nu alweer op af. Ik ben net gespand. Je moet rustig spelen met dit wapen, anders kan je er niet veel mee. Maar als je lange afstanden moet schieten ermee, dan kan je ze echt keihard afknallen, zoals je ziet. Holy shit. Oh, dat was een headshot. Hij is gewoon bijna in één kogel gedood, joh. Ah, mooie kill. Goede kill. Zie je op lange afstanden, jongen. Woe! Die krat iedereen af. Wel een awesome wapen, though. Want een keertje in first person, jongens. We gaan het een keer proberen. Oké, ik vind het nu al niet fijn, maar... Ik weet de first person in deze game vind ik niet fijn, jongen. Ik kan er ook gewoon niet raak schieten. Wacht even, dit is niet handig. Ja, brofist, dat wil ik helemaal niet. Ik wil uit first person, dank je. Oh nee, naast me! Oh! Ik had die camper bijna, jongen. Hij stond er helemaal achter in de map al de hele tijd. Maar dan komt deze lullo naast me. Die dildo!
Ja! Ik zie ze rennen, jongen. Prachtig, jongen. Al die easter eggjes. Geniaal in deze game. Hij zat daar. Ik weet niet of hij er nog zit. Gewoon voor de zekerheid. Maar hij zat volgens mij een dingetje verder. Nou ja. Een grotje verder. Oeh. Oeh. Het is... Nee! Ik blijf bij mijn mening. Ik vind het geen chill wapen, man. Hij is wel awesome. Daar niet van. Het is een geniaal wapen. Alleen, hij heeft te veel laser delay, man. Ik moet echt, als een enemy... Kijk, als ik een enemy stilstaat, dan kan ik gewoon raken. Op het moment dat een enemy begint te lopen... En ik moet dan voor hem gaan schieten om die kogel te kunnen raken... Dan gaat het fout. Dan kan ik... Dan lukt mij niet meer om raak te schieten. Ah, wat een lul, jongen. Thompson. Oh, lekkere spawn, jongens. Heerlijk. Ik zie, nu gaat hij lopen, dan moet ik voor hem gaan schieten, jongen. En dat is al lastig. Ik dacht het even niet, hè. Nee, kak. Ren. Ik moet even mijn helft terugkrijgen. En we kunnen weer. Zal dit nog om afkomen, denk je? Ah, kak. Ah, hij is helemaal omgelopen. Ik zat te kijken waar hij naartoe was gegaan, jongen. Hij is helemaal omgelopen. Wat een baas. Wat een baas. Goed gedaan. We hebben bijna gewonnen, nog 11 kills. Waar zijn jullie enemies? Ik wil nog even een railgun kill. Ja, kak. Kak. Laat me zitten. Krijgen. Maar laat me zitten. Pukje erop. Pukje erop. Niet een wapen voor mij, jongens. Deze. Niet een wapen voor mij. Ik moest hem even uittesten natuurlijk. Zoals ik altijd doe. Maar nee. Nee. Hij is echt alleen maar voor lange afstand. Kijk, ik sta ook gewoon helemaal onderaan van mijn team, man. Ik heb maar 1600 punten. Ik heb maar 12 kills. Mijn team was sowieso heel bezig. Dus het potje ging sowieso heel snel voorbij. Maar ik heb maar 12 kills. Met een normaal wapen pak je er minimaal 20 elk potje. Dus dit is geen wapen voor mij. Niet de wapen dat ik vaker moet gaan gebruiken. Misschien is die wel voor andere mensen weggelegd. Die moeten hem natuurlijk gewoon gebruiken. Maar ik ga hem weggooien. Ik ga hem niet meer aanraken. Want het is geen wapen voor mij. Maar het is wel een goed wapen als je een wat rustigere speler bent. Dan kan je er wel goed mee overweg. En dan kan je wel goed mee killen. Maar ja, dat is niet voor mij. Ja, dat is niet voor mij weggelegd. Dus sorry. Sorry jongens, maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video van Star Wars Battlefront. Als je nou hebt genoten, dan natuurlijk zoals je keizer blijkt op de mijn naam. En ik hoop jullie ook weer te zien volgende week zaterdag bij een nieuwe video. That's how we do it, yeah. Bye bye, mensen.